één ding is zeker. Wat er ook gebeurt, carnaval op een haaikaan gaat altijd door. Goedenavond, hartelijk welkom haaikanters en haaikanterinnen en natuurlijk alle carnavalsliefhebbers in en uit de gemeente. Heel fijn dat ik toch nog een keer in het echt tegen jullie kan praten, ook met de carnavalsmaskers aan. Toch heel bijzonder. Ook de afgelopen dagen was het weer enorm improviseren, kan ik u weer vertellen. Eigenlijk had de afgelopen jaren niks zoals gepland. Carnaval binnen, carnaval buiten. Carnaval voor de televisie, het maakt ons niet uit. Op de haaikant gaat carnaval immers altijd deur. Dus ja, dan staan we gewoon bij de skipper in de tuin. De nieuwe jeugdreces van Den Haaikant is Sanne. Hey! Sanne! En dan gaat nu de steek over. Ja, op haar op leeftijd. We gaan ons opmaken voor een nieuw tijdperk. Met een nieuwe prins of prinses. Super bedankt. En we gaan er een mooie carnaval 2022 van maken met elkaar. Heel graag geef ik hem als eerst het woord. We laat je één keer horen voor jullie eigen prins van een haaikaan. Prins Bart van Vloren. Beste haaikaanders en haaikaanderinnetjes. Er zijn heel weinig zekerheden in het leven. Zeker vandaag in de dag. Maar één ding is zeker, wat er ook gebeurt, carnaval op een haaikaan gaat altijd door. Haaikanters, haaikanterinnekes, kleine haaikanterkes, kleine haaikanterinnekes. Je ziet het wel, we zijn hier vol bezig om naar onze tuin te gaan versieren, hè? Wauw, wordt dat mooi? Denk het wel, hè? Maar ja, ik zie je nu denken, hè? Wat moeten wij gaan doen? We zullen dadelijk eens even gaan kijken hoe we dat het beste kunnen gaan doen.
kijk, dankjewel. Goal! Ja, omdat je hebt alles zelf gedaan en ja, het kon ook bewegen. Oh, sweet. Dankjewel. Dat is ook tot straks vanavond. Ja, dat is allemaal leuk. Hij Dames en heren, op Zakkers Lekker Outdoor. Ga nogmaals mee in deze tocht langs al het schoons wat de Nijkant u heeft aangeboden tijdens hun Zakkers Lekker Outdoor Carnavalsfestival 2022.
toch een lekker pintje kopen, voordat ze weer naar moeders pappot gaan. En in de nacht heel laat, dan hoor je langs de straat, de trippelen dan in kennelijke staat. Zak is lekker door, zak is lekker door, dat is toch zo fijn. Zak is lekker door, zak is lekker door, dat is goed voor je lijn. Zak is lekker door, zak is lekker door, het doet heus geen pijn. Wie af en toe eens doorzakt, wordt nooit een chakkerij. Zak is lekker door, zak is lekker door, dat is toch zo fijn. Zak is lekker door, zak is lekker door, dat is goed voor je lijn. Zak is lekker door, zak is lekker door, het doet heus geen pijn. Wie af en toe eens doorzakt, wordt nooit een chakkerij. De bonste highcounter 2022 is een man. Hoewel geboren in het ver, is hij een echte highcounter. Zijn vader is ook een verse, maar zijn moeder is een echte highcounterin. Als kind kreeg hij carnaval met de paplepel ingegeven. Samen met twee anderen richtte hij in 1997 officieus CV de Roudouwers op. En later dat jaar werd bij hem thuis in de achtertuin CV de Roudouwers officieel opgericht. Hij was zeer actief bij deze CV. Altijd in de weer met van alles en nog wat. Het kon hem niet gek en groot genoeg zijn. Hij eiste het maximale van zichzelf en van degene om hem heen. Zo kreeg hij zijn vader zover om kilometers film te schieten voor deze CV. Moeder Beb maakte jaarlijks de pakken voor de optocht en sminkte de Roudouwers elk jaar voor de optocht. Alles stond bij hem in het teken van carnaval. Maar dat is niet het enige. Hij zette zich ook meermaals in voor de activiteiten van de voetbal, de KPJ, het Sinterklaascomité en het dorp in zijn algemeenheid. In 2011 trad hij toe in het bestuur van de SRK. Eerst nog als lid van de jubileumcommissie, later in het bestuur. Ook daar toonde hij zich een echte kartrekker. Toen Adriaan van den Berg stopte als voorzitter, nam hij het stokje over. Niet graag, maar hij deed het wel. En hij deed het met volle overgave. Evenementen die er al waren, zette hij voort. En hij wist menig mens aan zich te binden middels de verschillende commissies die de SRK tegenwoordig heeft. In 2020 werd de optocht afgelast door de storm die ons in haar greep hield. Als een ware voorzitter stapte hij naar voren om de cv's de vervelende mededeling te brengen. Toen de Veerse optocht ook werd afgelast, leverde hij een huzarenstukje af door met zijn vasthoudende karakter de gezamenlijke optocht naar ons dorp te halen. Ten Haaikant was hij dinsdag voor één dag de hoofdstad van carnaval vierend Brabant. In 2021 hield corona ons in haar greep, maar wederom liet de SRK zich niet kennen. Onder aanvoering van haar voorzitter werden er meerdere scenario's uitgewerkt, die bijna allemaal ongebruikt in de kliko verdwenen. Echter, met Highcount TV was het wel raak. 5 dagen live televisie vanuit onze eigen Swampstudio. Het werd legendarisch. Helaas kwam hij afgelopen zomer op zo'n vreselijke jonge leeftijd te overlijden. We hadden nog jaren van zijn aanwezigheid moeten kunnen genieten. Maar dat maakte hem ook uniek. Nog nooit werd de eretitel van de bonste highcounter er postuum aan iemand toegekend. Niemand verdient deze titel meer dan hij. De bonste highcounter van 2022 is geworden Patrick Marcelissen. I want them to turn.
Met carnaval gaan wij al vroeg, de hele dag van kroeg naar kroeg, totdat de sterren aan de hemel staan. Om even uit de sleur te zijn, de belangrijkste man is de kastelein. De blaaskapel speelt wat wij willen horen. Dat is goed zo, dat is goed zo, dat is goed zo, dat is goed. Het was niet denkbaar, maar nog geen 3 weken terug leek het alsof we thuis zouden zitten. Misschien stiekem bij elkaar op de werf of een dam, maar nee, het was geen openbare carnaval. En kijk nou eens terug, dames en heren. Een aantal dagen geleden zagen we elkaar met de opening, een officiële opening, een officiële sleuteloverdracht. En het werd gewoon carnaval, dames en heren. En we hadden het nodig, waar of niet? Ik dacht het wel, want het was een bewogen jaar, het was een pittig jaar. Dat we elkaar moesten missen, en nog erger, dat we mensen voor altijd moesten missen. Daarom was het heel belangrijk dat we elkaar weer in de armen konden vallen, deze dagen met carnaval. En ik heb maar één vraag. Hebben jullie genoten? Ja. Oké. Okay. Beste haikaters en haikaterinnen, haikaterkes en haikaterinnekes. Carnaval 2022 is bijna ten einde. Dit waren mijn laatste woorden als jeugdprinses Sanne den Eerste. De dagen vlogen voorbij. Ik zal carnaval 2022 nooit meer vergeten. Applaus, dames en heren. Het was een mooi jaar, dankzij jou ook. Echt waar. Maar Gijs snapt het erbij. Gijs zit er ook niet uit vandaan houden. Het gaat gebeuren. Maar even terugblikken, want voordat het gaat gebeuren, zijn we heel benieuwd met z'n allen hoe jouw jaar is bevallen. Nou jongens, beste haikaanders, haikaanderinnekes, dat mag ik nog even zeggen. Ik kan één ding zeggen, allemaal jongens, heel hartelijk bedankt. Ik vond het fantastisch. Heel het carnaval, alles vond het fantastisch. Dank u wel. Vraag ik naar voren. Ex-prinses Sanne. Waar ben je, lieve meid? Want dan mag jij inderdaad bij Prins Bart de steek afnemen. Geen rang of stand, geen geloof of kleur. Voor iedereen een open deur. 3 dagen weg uit de zorgen van je leven. Opeens was daar die toverbal, zijn kleuren van ons carnaval. De wereld kan zo'n feest heel goed gebruiken. Dat is goed zo, dat is goed zo. Dat is goed zo. Dat is goed. Onze speciale dank gaat uit naar CV de Taptrappers. We nemen je mee naar november 2018. Prins Harry II had zich eerder dat jaar definitief van zijn versierselen laten ontdoen en genoot van zijn carnavalspensioen toen zijn opvolger, of beter gezegd opvolgers, zich aandiende. CV de Taptrappers nam het stokje over van de Raad van Stadhouders en zou de komende jaren prins en raad gaan leveren. Na de Daltons, de Elfjes, de Bonte Raad, de Roudouwers en de Stadhouders hadden we wederom een verse ploeg die er tegenaan zou gaan. Het grote speculeren begon in aanloop naar het Prinsenbal. Binnen de Taptrappers waren verschillende kandidaten aanwezig, zo was de collectieve mening. De namen varieerden van Robert Blankers tot Barry van Strien en van Bas van Hoort tot misschien wel Ronnie van der Pluim. Niemand had toen kunnen vermoeden dat zij 4 jaar later alle 4 prins geweest zouden zijn. Maar het is wel zo. En alle 4 met een compleet eigen raad, nar, plissie en adjudanten. Prins Bertando de Grote, nar Gamel, adjudant Kartner en de Raad van Smurven. Prins Pluimke de Blusser, nar Steekvlam, adjubrand van den Nijkant en de Raad van Spuit 11. Prins Odert uit de Schaans, de Coronar, plissiebaans en de Raad van Jan Klaasjes. Prins Bart van Floren, narsmannetje, startroepers adjudantes en de Raad van Apollo 11. 4 jaar lang vormden zij een onmisbare schakel in onze carnaval. En of het nou een normale carnaval, een storm, een online carnaval of een in de laatste minuut nog goed gekomen carnaval was, zij stonden wat dat betreft hun mannetje en vrouwtje.
Met ongekende creativiteit en tot in de puntjes afgewerkte presentatie stonden zij vol energie daar waar ons dorp hen nodig had. De zoektocht naar een nieuwe prins en raad gaat beginnen. We gaan onszelf voor de zoveelste keer opnieuw uitvinden en dat is goed. Want als de afgelopen 4 jaren ons 1 ding geleerd hebben, is dat wel het volgende. Carnaval op Den Heikant gaat altijd door, maar nooit zonder de inzet van onze raad, sponsoren en vrijwilligers. Onwijs bedankt en tot volgend jaar.